Wil Suriname optimaal profiteren van de toerisme-industrie, dan zal de regering de visumplicht voor toeristen moeten afschaffen. Dat zegt toerisme-deskundige Martin Panday. Ook in Suriname heeft de toerisme-sector enorm geleden, als gevolg van de coronacrisis. Deze crisisperiode kan volgens Panday nuttig worden gebruikt door de obstakels in de industrie weg te werken, zodat hierna de sector meteen tot bloei komt. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld als regering zou doen, ik zou de visumplicht afschaffen. Helemaal afschaffen. Gewoon barrières weghalen, zodat mensen makkelijker en zich vrijelijker naar Suriname kunnen bewegen. Dat is een van de dingen. Een ander ding dat de regering zou moeten doen is om eindelijk die wet op toerisme door te voeren. Want we hebben geen wet op toerisme. En dat betekent dat je bij een wet ook de normen en standaarden, die kun je daaraan hangen en bedrijven verplichten om via dit soort structurele regels hun bedrijfsvoering te doen. Panday is een voorstander van kwaliteitsverbetering van toeristische producten. Zo moet onder meer de dienstverlening in deze branche worden verbeterd. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van dienstverlening, maar ook aan het upgraden van de toeristische producten. En ik weet, ik hoor de ondernemers iets zeggen, ja, het kost allemaal geld. Dat klopt, dat kost geld. Maar je kunt je beter goed voorbereiden om zometeen, wanneer het toerisme weer op gang komt, om daar in ieder geval een iets beter product te kunnen aanbieden dan je concurrenten. Want ook in het toerisme geldt dat de concurrentie heel, heel sterk is. En wij moeten ons huiswerk veel beter gaan doen. Toerisme-deskundige Martin Panday, hij is voorstander van afschaffing van de visumplicht voor toeristen.